Ja, wat gaan we doen vandaag, Ries? We gaan proberen van dit, dit en nog wat ijzerdraad te komen tot dit resultaat. Dat gaan we laten zien van A tot Z. Dus we gaan karperpennen maken? We gaan karperpennen maken. Speciaal voor op de zaan. Nou, top. Ik ben benieuwd, man. Oké, okay, nou. Ziet er goed uit. Dat moet je nog maar even afwachten, hè. De Proxxon DB250. Dat is toch wel de draaibank voor dit soort gelegenheden, zeg maar. Niet te groot, lekker stil. Maakt geen herrie in ieder geval. Ik zal hem even laten horen wat hij doet en wat hij kan. Dit is het geluid dat we horen. We hebben hier een knop waar wij even de snelheid kunnen regelen. Dat is altijd wel makkelijk, dat het niet altijd snel gaat. Oké. Okay. Dus dat is de machine waar we het mee gaan doen. Ja, perfect. En waar begin je mee? Allereerst gaan we de drijflichaampjes maken van balsa. Dus ik heb hier één groot stuk balsa. Dat is balsahout? Dit is balsahout. En waar kun je dat krijgen? Dat kun je eigenlijk in... Tegenwoordig kon je het... Je kan het eigenlijk in elke hobbyzaak krijgen. Ja. Maar dan is het 9 van de 10 keer zijn het ronde staafjes. Oké. Okay. Dus de ronde balkjes. Maar ik heb dit ooit eens op internet gekocht voor... volgens mij was het €12. Alleen zo'n staafje van dit, van de meter, kost al €3. Dus dit is veel goedkoper. Een blok dus. Je hebt wat meer werk eraan. Snijden we allemaal stukjes vanaf. Totdat we dit ongeveer hebben. Ja. Kleine blokjes. Kleine blokjes. En dan maak ik om het wat te makkelijker, te vergemakkelijken. Snij ik er gewoon wat dingetjes vanaf. Dat het al een klein beetje rond is. Zo. Moet ik even het ijzer losmaken. Voor de veiligheid even het stekker eruit. Het is al eens gebeurd dat het sleuteltje door de hele kamer ging. Verschillende kopjes heb je hiervoor, voor de breedtes. Zo. Deze is speciaal voor het drijflichaampje. Draaien weer vast. En die prik je erin of zo? Deze prik je erin. Dat zal ik even laten zien hoe we dat doen. Het zal het als een boilie op een her. Kijk of je goed recht zit. Een beetje in het midden. We drukken hem erop. Kijk of hij een beetje recht is. We draaien hem een slag. En dat is het. Oké. Okay. Stek je erin. Ik gebruik dit mes, redelijk scherp. Nou, we starten de machine. Je ziet dat hij al een beetje uit het midden ligt. Dat gaan we even oplossen. Door hem snel te laten draaien. Dan doe ik het nu even met links. Nog een klein beetje vorm. Moet ik even aan deze kant staan, hè? Ja. Moet ik even pesten. Vorm er al een klein beetje in. Maar dat gaat wel soepel zo. Ja, hè? Ja, eigenlijk elke vorm maken die je wil. Dat je zelf prettig vindt. Nou, dit is eigenlijk al een beetje de ruwe vorm. Zie je, dus die hebben we nu al een klein beetje. Je, ja? Ziet, je ziet dat je hier nog een klein vlakje hebt. Dus er zal nog wat af moeten. Maar goed. Het is ook een erg groot drijflichaam. De basis is er. De basis is er. Dus die maken we nog even wat kleiner. Hier eraf. Laat ik hem even draaien, pak ik even een schuurpapiertje. Dit is een heel fijn schuurpapier. Ja, dan maak je de body zacht, mooi. Dan maak ik hem echt glad. En alle oneffenheden gaan er weer mee uit.
denk dat die wel goed is. Nou, dit is ziet er prachtig uit, ja. Dat is wel een braaf verhaal. Nou, mooi rond toch? Helemaal glad. Nou, dit is denk ik ongeveer 1,8 gram. Gaaf. Aan lood wat hierop gaat. Dan heb ik hier, deze is al volgemaakt. Een satéprikker. Nou ja, zeg maar hoe lang je wil hebben. Dus je kunt hem nu gewoon afstellen op de maat die je wil? Ja, we kunnen een paar verschillende dobbers van maken. We kunnen het drijflichaam hier beneden, hoog, wat je wil, lange, korte pen. Ja, maar zet hem maar onderaan. Zet hem onderaan. Moet er wat van antenne af? Maar wel, hè? Klein stukje. Klein stukje, oké. Okay. Maak er wel een lange pen van. Oké, okay, hier zit dus nog geen gaatje in. Ja. Maar dan gaan we even... Gaatje voor het oogje bedoel je? Het gaatje voor het oogje, ja. Die heb ik hier al klaar. Die zal ik straks even laten zien hoe we die gaan maken. Het mooie van deze machine is dat je hem helemaal door kan steken. Kijk, hier nog een kantje eruit. Oké. Okay. Het heeft niet elke draaibank. Dit is de Proxon, hè? Proxon. Ja, de Proxon. Goed vast draaien, want dat is erg belangrijk. Zo, dan zit hij goed vast. Dan heb ik een ordinaire veiligheidsspeld. Stroompje er even in. Dan hou ik hem hier even vast. Ja. Ik kan gewoon draaien. Ik zet het in het midden. En we draaien hem er gewoon door. That's it. En dan zie je hier het gaatje. Ja, verrek. Dat is dit. Dan halen we die er weer uit. Zo. Draaien we hem weer om. Want we gaan nou het antennetje een beetje vormen. Even een grof schuurpapiertje pakken. Die had ik weer ergens weg. Oh, die moet hier. Belangrijk is dat je hem wel meteen vasthoudt. Want als je hem dus niet vasthoudt, ja, dan gaat hij zwabberen en dan is hij zuurpietje erop. Niet zo scherp puntje erop maken. Voor de breekstatus. Nou, dat is allemaal mooi. Even met fijn schuurpapier. En dan hebben we de antenne. Dan pakken we de drijflichaampie. En we willen hem eronder op, willen we hem erop zetten. Nu zie je dat hij iets te groot is. Dat lossen we op door gewoon deze te laten draaien en langzaamaan erop te schuiven. Nou, perfect. Gaat er zo op. En dan zit erop. Ja. Halen we hem weer even los. Ja. Nou, dan zie je hier het resultaat. De basis. De basis. Heb ik al oogjes geprepareerd. Ja, waar heb je die oogjes van gemaakt? Die heb ik van zilverdraad gemaakt. Ja. Je kan ze ook van staaldraad maken, maar het is heel erg stijf en strak. En het is ook heel dun, hè, zilverdraad? Het is ook heel dun, ja. En waar kun je dat krijgen? In elke hobbywinkel kan je dat gewoon krijgen. Dat is geen probleem. Okay. Elke hobbywinkel heeft het wel. Maar laten we straks even zien hoe we dat gaan maken. Deze bijvoorbeeld, dit is een andere. Die heb ik van het veertje van een balpen gemaakt. Er zit altijd zo'n veertje in. Dat is een dun dingetje. Dat is heel dun, heel stevig, maar het is ook heel erg moeilijk om te draaien. En dit is wat makkelijker om te draaien.
Ja, gaaf. Ja, precies, het oogje. Oké, dus we pakken gewoon zo'n oogje. En die zetten we dan gewoon in het gaatje neer of die we net gemaakt hebben. Ja. Zie je, het past precies. Zelfs nog een klein beetje te strak. Gewoon precies de dikte van de veiligheidsbelt. Precies de dikte van de veiligheidsbelt. Nou, hij gaat hier een klein beetje om. Is niet helemaal oké. Okay. Beetje prutswerk. Dus we eigenlijk een gaatje nog ietsje groter moeten maken. Maar ja, daarom heb ik ook verschillende soorten veiligheidsspelden. Mm-hmm. Moet je nog een andere dikte erin kan. Dan kan ik een andere dikte erin maken. Normaal gebruik ik, als het wat een beetje ruimte heb, gebruik ik gewoon de PU constructielijm. Klein drupje erop, mm-hmm. Draai hem er zo in, zit nu vast, gaat nooit meer los. Wat glijmiddel. Ja, precies. het oogje hebben we er dan in, tenminste deze nog niet. Dus we moeten hem eigenlijk een fietsje groter maken. Kijken of het gaat. Ik knip even een stukje vanaf. Ietsje beter. Draaien we er een klein beetje erin. Maar het leuke van je eigen dobbers maken is wel dat je het precies zo kunt doen als je het zelf. Je kan het precies doen zoals je het zelf wil. Je kan het lichaam kan je wat naar boven schuiven. Ja. Dat gaat nu nog. Kan nu nog. Ja, dat je denk ik een hele lange onderantenne. Mm-hmm. Als je wat meer in water zit, wat stroomt, kun je een langere onderantenne gebruiken. Je kan dit maken, extra lichaampje eronder. Nou, je kan echt variëren met wat je wil. En het is nog leuk om te doen ook, vooral in de winter als je niet zoveel vangt. Ja, precies. Ja, toch? Dus nou, dit is eigenlijk de basis van de dobber. Dus nou, hoe lang zijn we bezig? 5 minuutjes en je hebt eigenlijk een dobber die je kan inkleuren zoals je zelf wil. Ja, prachtig, gaaf. Ja toch? Ja, ziet er goed uit. Een naampje erop, carbcrossing.com. Komt helemaal goed. Ja, lijkt me goed hoor. Nou, dan gaan we nou verder, denk maar even met de fases van het schilderen, lak, naam. Je kan hem nog uitbreiden, eventueel met, dat heb ik met deze dobbel gedaan. Dat is bindraad. Okay, ja. Is het gewoon voor de sier? Dat is voor de sier, want het heeft ook nog een functie, het is voor de versteviging. En sowieso dat dit niet kan uitscheuren, niet dat het uitscheuren kan, maar kan altijd gebeuren. En ja, het staat mooi, ja toch? Ja, dat ziet er echt goed uit. Ja, dan gaan we naar binnen om te schilderen. Ja, ben benieuwd naar de volgende stap. Ja, ik ook. Ja, we gaan een oogje draaien met een boormachine en een tangetje. En klaar. En nu gaan we hem aflakken dus? Ja, nu gaan we hem aflakken. Dit is gewoon grondverf, dat heb ik even in een klein potje gegooid. Dat is wat makkelijker dan zo'n hele grote pot op tafel. En dan heb ik hier een, even buiten beeld, een stuk plastic. Dus dit is onze dobber die we net gemaakt hebben. En welke kleur zullen we maken, Ed? Sowieso vind ik een zwarte basis, zoals deze vind ik wel mooi. Ja. En dan met iets wat goed opvalt natuurlijk. Ik vis eigenlijk meestal in water wat veel algen bevat. Dus groen denk ik niet. Groen niet? Ik denk misschien zoiets als deze. Ja. Dat vellen. Dat vellen? Dat is gebruiken we voor de antenne? Of helemaal de hele antenne? Nee, ik denk hoofdzakelijk zwart. Maar dan met een tipje van dit. Oké. Nou, dan we hebben deze natuurlijk al. Maar dan gaan we deze maar even zwart maken. Ja, dat is goed. Gewoon elke verf kun je hier in principe voor gebruiken. En dan is het gewoon standaard verf? Het is gewoon, dit is hoogglans. Hoogglans. En dan krijg je dit effect. Krijg je. Dit is toch echt wel een glimmende, glimmende dobber. Mooie laag erop. En deze heb ik al geschilderd met... En maakt die hoogglans, maakt hem dat veel zwaarder als dobber natuurlijk? Nou, het wordt wel wat zwaarder. Als je echt, als je bijvoorbeeld zich deze kleur wil krijgen, die ook wel erg gewild is. Dan blijft hij echt blank, zie je? Deze is nu 7 keer gelakt. Ja. En het verschil, je ziet het bijna niet.
Het is echt... Misschien een iets dikker is op het stokje. Op het stokje ja, hij is ietsje dikker, en, maar de kleur blijft hetzelfde. Ook de kleur van een stokje. Ja, dus dat, mooi. Dat is op zich wel heel... Gewoon blanke lak. Dat is deze lak. Buiten beeld. Dit is een goede lak. Het is ook een dunne lak, dus die doet het echt niet in één keer, maar je moet altijd echt wel minimaal vijf keer moet je lakken. Ik lak ze allemaal 7 keer, sommige doe ik wel 8 keer als ik het zelf. Dus het schilderen doe je 1 keer, ja. Dus 1 keer deze erop, ja. En later dan lak je hem af met die? Dan lak ik hem af met deze. Dus deze, dit is eigenlijk al een lak, maar om het echt goed voor elkaar te krijgen en mooi aflakken, dus niet 1, 2 keer, dat doe ik echt... 5, 6, 7 keer zeker wil met die lak. Oké. Okay. Ik zal deze even openmaken. De kwestie is wel, dus deze kwam gisteren uit de schuur vandaan. Dus het was redelijk koud. Dus ik heb hem al temperatuur laten komen in huis. Dat is wel belangrijk. Het schildert wel zo lekker. Nou, ik heb hier een. Zeker mijn kwasten nieuw gekocht. Ik zit al helemaal onder de verf, zie ik al. De onderkant maken we ook maar helemaal zwart, denk ik. Drijflichaam zwart. Ja, vind ik mooi. Oké. Ik doe hier eigenlijk nog geen grondverf overheen, omdat er zoveel lagen overheen komen. Dat vind ik eigenlijk onzin. Wel over de antenne. Ja. Maar omdat we eerst de onderkant gaan doen. En als ik de bovenkant ook ga schilderen, dan kan ik hem nergens vasthouden. Dus ik moet wel wat over hebben om te schilderen. Nou, een nieuw kwastje. We schilderen hem gewoon. Ja, hele dunne laagjes. Dunne laagjes, niet heel dik erop zetten. Dat je geen druimers krijgt. Nee. Hij begint al een beetje zwarter te worden. Het is best wel veel werk, even goed een dobbertje maken. Deze handgemaakte dobbers. Er gaat best wel een hoop tijd in zitten. Ja, het geeft wel voldoening natuurlijk als je met je eigen dobbel een mooie karper eruit haalt. Absoluut. Het is alleen heel erg vervelend als je er ook op gaat staan. Ja, als je daar stukken dan vallen. Dat is echt wel jammer. Het zuigt er best wel in het balsa. Of als je de boom hangt in een. Ja, die hebben we ook wel een paar keer gehad. Nou, dit is voor de eerste keer even voldoende. Het is wel zaak als dit droog is, moet je hem zeker weer even met een schuurpapiertje even licht opschuren. Even licht opschuren. Ja. Want je ziet nu de vezeltjes van de balsa, die komen nou een beetje omhoog. Mm-hmm. Dus hij wordt je ziet al dat hij wat ruwer wordt. Ja. Zie je, nou, hij heeft dit mooi glad. Trekt erin. Dus je moet hem even met een heel dun schuurpapiertje, gewoon watervast schuurpapier, P600 is het. Dat is echt heel fijn, dan schuur je hem even mee. En dan wordt het goed. Dan kun je hem nog een keertje lakken totdat hij net zo wordt als deze. Ja, die is al afgeklakt. Die heb je ook al een keer gescheurd. Deze heb ik al een keer gescheurd. Mm-hmm. En je ziet duidelijk het verschil. Ja. Je ziet echt, je kan hem aan in je gezicht erin zien. Mooi zacht, een spiegeltje. En dan, daarom warm ik deze kant niet lak. Is omdat ik hem dan zo weg kan zetten. Zonder smerige handen te krijgen. Ja. En dan kunnen we de antenne gaan lakken. Deze is al voorbehandeld gewoon met grondverf. Gewoon maakt niet uit welke grondverf. En die kunnen we dan in elke gewenste kleur kunnen we hem gaan schilderen. Dus ik denk dat we deze maar helemaal oranje of geel moeten maken met een oranje puntje standaard of met wat streepjes erin. Ja. We maken hem gewoon even geel. Nou, gaat dit even opzij. Dit zwart. Neem helemaal zwart? Ja, vind ik wel mooi. Helemaal zwart. Maken we deze helemaal zwart. Wil oranje puntje, hou ik dit even over. Hij is al lichtjes opgescheurd. Dat hebben we ook al gedaan. Nou, hou dit even over. Dat is voor het puntje. Voor het puntje, even een draadje maken zo.
Ja, dat is echt de perfecte winterklus dit. Ja, ja, als je niks te doen hebt, dan het is weer een hobby in een hobby. En buiten dat ben je gewoon goed voorbereid voor het voorjaar. Als je absoluut. Een pen hebt liggen. Dus nou, deze is geschilderd helemaal. Dus deze kennen we ook voordat dat je nu dit al eerst gedaan hebt. We zijn nu een fase verder, dit keer dus nu laten drogen. Ja. Dus die kun je gewoon hierin zetten. En dan hebben we hier, we hebben hier nog een dobber natuurlijk gemaakt. Hè? En die kunnen we natuurlijk een andere kleur geven. En dan kun je met rode verf aan de gang. Maar je kan hem ook gewoon met een rode watervaste filterstift kun je hem vast rood maken. En okay. Dan met deze lak, dit is een doorzichtige lak, je krijgt een heel mooi effect. Je krijgt echt een mooi effect. En dat kun je dus ook met blauw doen. En groen. Dus ik zal even laten zien hoe ik deze even met blauw doe. Ik zal deze weghalen. Ik zet deze even opzij. Dat kan jij even hebben. Dankjewel. Alsjeblieft. Gewoon heel simpel. We gaan het gewoon blauw maken met de stift. Je krijgt ook nog een mooi effect in de lak zometeen. En dit is natuurlijk ook een stuk sneller droog. En dit is een stuk sneller droog. Dus hier kun je dus meteen met een laklaag overheen gaan. En het is ook wel leuk. Toen heb ik ook met een paar dobbeltjes gedaan om gewoon de onderkant voor een gedeelte blauw te maken. Of een streepje erin te maken. Meer hoef je niet te doen. En deze kan in principe al gewoon gelakt worden. Ja, dan is hij al klaar. Dan is hij eigenlijk al klaar. Dus 7 keer lakken met de PU. En zo'n puntje kun je dan bijvoorbeeld ook rood maken of maar met een filstift? Ja, het kan wel, maar dit is echt wel een... Zeg het meer opvallen? Ja, dit is echt wel gewoon hobbyverf, oranje. Valt er wel het meest op. Nou, wat kunnen we nog meer doen aan de dobbers? Ja, ik heb je gewoon een keer laten zien dat je markers hebt gemaakt, met op dezelfde manier eigenlijk. Oh ja. Kijk, ik heb ook deze heb ik gemaakt. Ook gewoon van een van balsa. Dit is dan een staafje balsa, heb je wel gewoon gekocht in de winkel. Groot oog erin gedraaid. Ja. En dit is gewoon van een dart. De dart flight zijn dit. Ja, dat is perfect. Nou, die heb ik hier nog liggen. Ik heb hier nog een oranje leggen en ik heb hier nog een gele leggen. En het voordeel van balsa is, je hoeft het niet voor te boren, maar je drukt het er gewoon in. En een beetje lijm erbij. Met twee componenten lijm en hij is vast. En dat is... Dat ziet er gaaf uit. Ja. Helemaal goed. En het vliegt als een hele goeie. En dan heb ik nog meer. Dit is ook een apart iets. Wat is dat? Dit is een dobber voor drijvend vissen. Ja. Hieronder zit lood. In de voet heb je lood. In de onderkant heb ik lood gemaakt. Oh, verrek. Gewoon een klein beetje uitgeboord. Lood erin gedaan, twee componenten lijm. Niet te veel zodat die zinkt. Dus deze blijft zo in het water staan. Hier aan de bovenkant zit een klein oogje. Ja. Draad er doorheen. Dus je hebt wat meer gewicht als je eventueel met kattenbrokken, brood of wat dan ook in het vissen bent. Ja, precies. En je hebt... Ja, een signaal door om te zien waar je broodje ligt. Ja, dat is perfect zeg. Nou, dat ziet er mooi uit. Ja toch? En het is leuk om te doen. Dus al met al genoeg projecten voor in de winter. Precies, dus als je je verveelt, ga dobbers maken. Ja, super man. Je weet nou hoe het moet. Ja toch? Ja, dat gaat goed komen. Ja, bedankt voor de dobbel. Ja. Hey, en nog één vraag trouwens. Als je nou bijvoorbeeld letters erop wil zetten, dus bijvoorbeeld Carp Crossing of wat anders, of je eigen naam, hoe kun je dat dan doen? Dat kun je gewoon met een watervaste stift doen, een fijnschrijver dan wel. Ja. En je moet een vaste hand hebben. En dat zet je dan en dat schrijf je er gewoon op. Je maakt hetzelfde als dit. Dus ik heb hier overal mijn naam op gezet. Dit is een heel klein pendobbertje, echt heel licht. 0,4 gram staat erop. En hier staat mijn naam dan op. En hier staat 0,4 gram staat erop. Ja, en dat schrijf je gewoon met een... Gewoon met een marker. Met een markerstift schrijf je het erop. Laat je drogen. Laat je drogen. Één keer lakken.
En je naam staat erop. Dus je kan hem nog je eigen draai er ook aan geven. Ja, perfect. Hoeven niet meer naar de winkel voor door. Hoeven zeker niet meer naar de winkel. Je kan ze zelf maken. En eventueel, ik heb altijd nog wel een dobbertje over. Ja, super. Ja, toch? Dan weet ik ze te vinden voor dat. Ja, precies. Ik denk dat we klaar zijn. Is goed, please, bedankt. Het was me genoeg.